Sigrid, is toch weer dan op een kolle woensdagavond. Mijn vriend die Hans is er niet. Wordt dat Tina weer u dankt? Ik weet het niet. Maar ik heb een ander bij me. Wie meurt die Piet? Piet is er ook. Ja, Piet. Piet is er ook, ja. Ben je nog Piet benieuwd? Ja, Piet is er ook. En ja, de reden dat hoe meurt hij er niet is, dat is dat er wel eens meeklust bij de carnavalsvereniging de Kleurenschoevers. Hij is nou momenteel is aan het werk, dus hij zult zo tien eens even een voor kicken. Dus we kunnen hem betrappen op de beunhuizen rij. Ja, want Hans die doet dat al 15 jaar en Hans heeft gezegd dat hij dit jaar het voor het laatst doet. Ach. Dus dat vinden we wel leuk dat Sassenoom TV er ook even bespreken. Ja, nee, dat, uiteraard. We gaan eens even kicken, denk ik, of niet? Ja, zullen we maar gaan doen, want ze zijn al bezig met de kinderen. Hier weer de weg, denk ik. Ja, nou, kom maar op. Ja. Dan kunnen jullie volgens mij een liedje zingen. Jawel. Dan is iedereen even stil. Iedereen is even stil. En dan een heel net Sinterklaas liedje. Kunnen jullie dat? Jawel. Jawel. Zo dat een week. Maar dan moet wel wat in de koren staan, hè? Ja, dat komt wel. Nee, alleen maar nette liedjes. Niet zingen, geen cadeautjes. Kom maar bij mij staan, want ik vertrouw jou voor geen stuiver. Morris, als wij het Hij doet best zijn best, maar heel erg stabiel is hij niet, want hij is gewoon van zijn apropos. En hij stopt dat ook, hè? Oh, en niet te weinig. Volgens mij is hij even de raadler dus even. Ik ken niet anders. Oh, we moeten even kijken bij die mevrouw. Nee, die mevrouw daar, die gaat dat even regelen. Bent u Potsen? Ik heb gehoord. Ga nu eens even zitten. Ja. Kijk, ik wil graag in beeld. U zult horen tegen mij, want dan krijg ik geen aasje. Ik heb begrepen dat u altijd ongehoord te laat komt. Nou, dat komt omdat meneer Gert, die had mij te laat op. Maar deze kinderen die zijn altijd mooi op tijd voor de voetbal. Ja toch? Ja. En wie zorgt daar dan voor? Mijn vader. Je vader? En ik zorg er ook voor. Maar heeft hij ook nog iemand thuis dan? Ja, Sinterklaas. En kan hij dan niet zorgen dat hij op tijd bent? Die houdt zich ook vast aan de taxi van Gert. Aan de taxi? Ja. En Gert, dat is onze hoofdcameraman. Oh, de hoofdcameraman. En de hoofdchauffeur. En de hoofdchauffeur. Die helpt mee en die maakt die hand al niet op, als die op pad was. En wat doen jullie dan zoal? Om met die carnavalsleven in beeld brengen. Maar dit is weer een Sinterklaasfeest voor de kinderen. Ja, we hebben de hoop die hij ons uren nodig. Want die heeft Sinterklaas afgelopen zaterdag gezien bij de Sichels. Dus ik denk ons wel leuk om ook eens nog een keer te gaan komen en een uitzending te maken over. Nou, dan ben ik wel benieuwd dan. Wanneer wordt dat uitgezonden? Nou, als onze Gerrit met die deur werkt, schiet het er vanavond nog op. Nou, dan weten de kinderen waar ze moeten kijken op mij. Waar moeten ze kijken? Op www.sassenoomtv.nl.
Dus allemaal kijken vanavond. Die doen we Peter nog. Dat verwend je ons wel. Nou, dan zullen we zo kijken wat de Pieter nog heeft. Pieter heeft nog wat peper hoor. Die Pieter heeft nog wel wat peper hoor. Oh, nou, oh, kijk eens scherp, kijk eens scherp. Oh. Nee, ik vind jij mij wel lief. Ja, maar ik zit hier snoepies. Zit er hier mee? Ik heb er hier. Zit hier snoepie bij. Oh jongen. Heb je wat gemaakt? Nou, meneer Gerrit. En meneer Botsen. Zo. Zag je wel dat hij bang was vroeg? Ja. Hij was benauwd. Ja, echt enorm. Waar. Hij geloofde er niet iedereen in. Ja, zeker. Zal niet, hè? Zeker. En vooral hij begint over te laat zijn. Ja. Hij was vanavond weer te laat. Hij was zo snel als dingen stond. Ja, zeker. Hij was gewoon meer dan zo. Ja. Hij stond die buiten de blauwbek en te wachten op. Goed. Mooi. En weet meneer Wieger hier nou ook allemaal van? Ja, meneer Wieger weet hier nog niks van. Oh. Nog niet, nee. Maar die zat ook in het complex. Ja. Die zat ook in het complex. Ja. Nou, Sinterklaas. Ik heb gisteren een telefoontje gekregen van de voorzitter van de Gleuvenskoekers. Misschien kent u die man, dat is die hele knappe vent met een hele afgetrainde lichaam. Weet je, kent u die? Ja. Dus, die vroeg me om u namens zijn vereniging, carnavalsvereniging de Gleuvenskoekers, te bedanken voor al die jaren vrijwillige inzet voor onze club. En Sinterklaas helpt onze vereniging daar enorm voort mee. En dit is alvast, u bent nog niet helemaal klaar, want het duurt nog tot 6 december voordat u terug hebt naar Spanje. Maar alvast willen we u met dit bloemetje alvast een klein beetje bedanken. En dat gaat nog ietsje uitgebreider worden, maar dat komt nog helemaal goed. Nou, dus ik hoop, wat een verrassing. Die is goed, die is thuis. Ja, dat denk ik wel. Ik vond hem zelf het mooiste natuurlijk, dus dat snapt u natuurlijk wel. Nou, wilt u dan meneer Raymond Veldman namens mij bedanken? Dat zal ik doen. Voor een bloemetje. Ja, dat zullen we doen. Hè? Zullen we doen dat? Niet vergeten. Nee. Ja. Nou, komt allemaal goed. Alsjeblieft Sinterklaas. Bedankt. Komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Ik heb een beetje plaksel nog. Sinterklaas, ik zie hem staan. Hoe vult zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al in het weer. Hoe waaien de wimpels al in en weer. Nou, ik ben er eigenlijk een beetje confuus van. Ja, confuus. Sinterklaas confuus, daar heb ik nog nooit meegemaakt. Sinterklaas, ik heb er geen wens. Ja. Sinterklaas is vals. Zou zo mooi wezen. Hoe en wat moet Sinterklaas zeggen dan? Het liefste schelden, maar goed, dat zal er wel niet doen. Heb ik schelden op wie dan hoor? Op die batsen? Ja. Dat hij weer te laat was? Hij was hartstikke te laat. Hij was weer te laat hoor. Volk, het is nog altijd hetzelfde met die gozer, eerlijk wel. Ja. Maar niet alleen vanmorgen, ook vanmiddag. Vanmiddag ook? Ja. Ja, hij werkt ook nog. Nou ja, hij werkt. Ik heb gehoord dat er een lichtstoel op zijn werk stiet. Nee, een veldbed. Een veldbed. Een veldbed. Ja, en werkhandschoenen wollen niet. Nee, werkschoenen wollen niet. Nee, werkhandschoenen, maar dan moest je werken zeggen. Werkschoenen ook al niet. Nee. Oh, nou. Maar ik wil ook even via deze weg Wieger ook in de groet doen natuurlijk. Hè. Want het is bijzonder leuk dat ook in het complex zat. En ik zal Wieger denk ik vast nog wel een keertje ontmoeten. Ja. Als die braaf is, ja, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. Nou, doei. Tot ziens.